De VHP maakt zich zorgen over de Alcoa-Suralco-deal die de regering wil sluiten. Volgens de partij heeft de Nationale Assemblée een Memorandum of Understanding tussen de staat Suriname en Alcoa-Suralco verworpen. Toch heeft de regering door onderhandeld en besluiten genomen deze MOU. Zij is daarbij voorbij gegaan aan de aanbevelingen van DNA. Reden voor de partij om een presentatie hierover te houden, getiteld Ondeskundigheid van de regering kost Suriname meer dan $400 miljoen. VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi gaf in zijn openingsspeech aan dat de partij met deze presentatie de samenleving bewust wil maken van wat er precies gaande is. En wat in feite de regering straks wil doordrukken in het parlement, wetende dat zij daar een meerderheid hebben. En dat die meerderheid, die kwantitatieve meerderheid van ongeveer 30 mensen daar, die gaan uiteindelijk de toekomst van het land bepalen. En wij vinden dat er nog ruimte is om bijstelling te plegen. Ruimte is nog te redden wat nog te redden valt. En daarom willen we die bewustwording op gang brengen in de samenleving. En uiteraard gaan we dit verder voortzetten in het parlement met onze inzichten, met de hoop dat wij daarmee alsnog voor het land Suriname een heel goede deal eruit kunnen halen. De eerste inleider was Rajkumar Ranjit Singh, voormalig DNA-lid en voorzitter van de adviesraad van de VHP. Hij gaf aan dat er in de Brokopondo-overeenkomst een onlosmakelijk verband is afgesproken voor 75 jaar tussen het opwekken van energie en de bauxietindustrie. Ranjit Singh geeft verder aan dat de regering binnen 3 maanden een MOU klaar had, terwijl het om zo'n belangrijke zaak ging. En optie B was, Suralco sluit alles en verdwijnt. En u kent de taferelen toen, Suriname, ook in het parlement, dat heeft voorzitter net gezegd. Ondanks al deze zaken is de regering door blijven onderhandelen op dezelfde voet. Ondanks alle problemen, ondanks dat die zaak is ingetrokken in het parlement, heeft de regering, de president, besloten om die MOU in te trekken. Maar toch zijn ze doorgegaan op diezelfde voet. En in eind november kiest de regering formeel voor optie B. U mag vertrekken en u mag sluiten. Wij stellen voor dat die arbitrageregeling van de Brokopondo-overeenkomst geldig blijft. Ik heb u getracht om een inzicht te geven van wat jouw regering, mijn regering, onze regering heeft overeengekomen. Voorbijgaand aan de belangen van Suriname, voorbijgaand aan de Brokopondo-overeenkomst, voorbijgaand aan de advies van de adviesraad, voorbijgaan aan de aanbevelingen van de Nationale Assemblée. Inleider Ranjit Singh vandaag tijdens de presentatie over de Alcoa-Suralco-deal die de regering wil sluiten. De verschillende inleiders hebben hun visie gegeven over de Brokopondo-overeenkomst, die naar hun zeggen heel duidelijk aangeeft hoe zaken afgewikkeld moeten worden. De presentatie is gehouden in de Olifant, het partijcentrum van de VHP.